Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Ja, de Q&A's die gaan nog gewoon door, mensen. Dus die vlog ga ik nog altijd wel behouden. Dat ik dat heel graag doe. Dus dan weten jullie dat. Gisteren, dus voor mij nog altijd vandaag, is de livestream niet doorgegaan. Heeft ook herinneren, ik heb iets in de voormiddag en dan in de namiddag gelivestreamd. Dat is helemaal uit de hand gelopen. Hoe of wat, daar wil ik niet over uitgaan. Maar ik ga sowieso zeggen, ik ga nog op één reden nog op Discord komen. Dat is straks een keer voor mijn Q&A te kunnen doen. Dus dat is mijn job. Voor die het nog altijd te beantwoorden. Dus ja, dus dat ga ik er niet uitlaten, mensen. Dus daar moeten jullie geen schrik voor hebben. Dus de Discord server, ja. Ik gebruik maar voor één gedeelte. Dat is voor de Q&A. Dus dan weten jullie dat. Dus ook als jullie vragen hebben of zo, rondom ook over vloggen, mogen jullie dat hieronder ook stellen gerust. Dus ik weet ook wel waarom dit dat. Ik heb ook heel mooie berichten binnengekregen van alsjeblieft niet stoppen. Dat ik toch voor een bepaalde gemeenschap wel dingen doe. Iets losbrengt. En daar ben ik wel heel blij om. Want dat heeft me echt geraakt. Ik ga niet om de rijkdom. Ik ga niet om mijn pure dingen te sjouwen en al. Ik ben maar een gewone persoon van vlees en bloed die ook autisme heeft. En ja, ik ga daar even ook op in, op autisme. Ik heb dat heel zwaar, blijkbaar. En daar spelen sommige mensen dus heel zwaar op in. Dat heb ik de laatste tijd ook wel ondervonden. Echt heel, heel, heel zwaar in. Ook tijdens de livestreams proberen ze mij dan ook klein te krijgen. Maar ik laat dat nu niet gebeuren. Ik laat me niet meer klein krijgen. Nee. Dus ga ik nu terug dagelijks vloggen? Nog niet. Daarvoor is het veel te vroeg. Maar wel voor de Q&A en al, daar wil ik er nog wel voor zijn. Maar voor de rest gaat het even op een laag pitje zijn op mijn kanaal. Ik ga proberen wel twee video's zien te kunnen uploaden per week. Ook met een livestream. Dus zoals de Q&A. En dan misschien ook nog een kleine samenvatting van de week. Een soort weekvlog. Dat jullie kijkers mij niet te veel moeten missen. Want blijkbaar ben ik ook nog wel een voorbeeldpersoon. Een voorbeeldfiguur van, kijk... Ah ja, die man heeft autisme. Die man kan daar redelijk goed mee om. Dat is ook weer waar. Want ik maak ook contacten tijdens gaming evenementen. Dus gelijk Fregomatic, X-LAN, 66-LAN. Dus nog altijd voor 66-LAN. Uw nieuwsportjes heb ik terug naar boven gehaald. Dus als jullie willen inschrijven voor 66-LAN, is dat nog altijd mogelijk. Op via www.psychotv.be. En dan kunnen jullie daar op de link klikken. En dan als er 20 tickets zijn verkocht, van een van die 20 tickets gaat er dan een loting plaatsvinden. Die wint dan nog een tweede ticket en die kan dan zo, gratis binnen op 66-LAN. Hoe mooi is dat wel niet? Hoe mooi is dat wel niet? Heb ik daar zicht op? Nee. Ik heb daar geen zicht op, maar ik gewoon... wat ook reclame ook voor hun. En hun maken ook dan wat reclame ook voor mij. Dus hoort wat, hè mensen?
Dus, voilà. Nu. Hoe zit het dus nu met de vlogs en al? Daar wil ik ook nog even op inkomen. Dus als ik hier gedaan heb met de afwas. Voilà. Dat is nu leeg aan het lopen. Even de bombak afwrijven. Dat ook gebeuren. Hè. Dus de Q&A gaat blijven. Ik ga nog proberen wel wekelijks één keer livestream te doen. Daarom zeg ik ook zet dat belletje aan, want het gebeurt altijd onverwachts op een zondag. Ik heb altijd kijkers, dus daar ben ik wel ook heel dankbaar voor. Maar voor het dagelijks te vloggen is het veel te vroeg. Veel te vroeg voor dat terug op te starten. Als er echt vragen zijn of het gemis van mij op te vangen, kijk ook naar de oudere vlogs van mij, ik zal zo zeggen. En ja, post hieronder hele leuke comments en wie weet, geef je mij de juiste trickles terug toe of de prikkels terug toe. Om het te herop te nemen, de vlogs. Ik ga je nog één ding zeggen. Ik heb het nog altijd moeilijk om de camera niet vast te pakken en te zeggen van goeiemorgen kijkers. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dim de Remus. Ja, voor dat te doen. Ik mis dat wel. Ik mis dat echt heel zwaar. Kan ik er ook, ik kan er momenteel even zonder. Zonder het vloggen, dus omhoog van. Ik ben nu ook een en ander terug in orde aan het brengen in mijn leven. Want daar is een en ander toch wat mis aan het lopen. Ik heb hier paniekaanvallen gehad, tot en met. Dat brengt mij ook een hele zware vermoeidheid nog een keer bekijken. Ik ben nu zelfs ook al aan het stressen voor morgen gaan te werken. Ik geef dat eerlijk toe. Maar ik probeer die stress daar nog altijd mee om te gaan en nog altijd te gaan te werken. Ja, mensen. Sorry dat het weer zo een praatvlosken aan het worden is in mijn mooie keuken. Mooie. Ja. Dus dan weten jullie dat ook. Ik mis jullie ook. Ik mis jullie ook oprecht. En ik heb het er ook moeilijk mee. Moeilijk mee dat ik ook afstand heb genomen van jullie. Want die bereisjes en al, oh my fucking god, dat heeft mij echt geraakt. Ene persoon heeft mij toch op 3 mails mij toch te proberen te bereiken en dat is ook gelukt. En die hare tekst, ik heb daar de krop in mijn keel van gekregen. Dat is echt een hele mooie tekst waar ik eigenlijk volledig, maar ook echt volledig voor mijn eigen ga houden. En dan gaan we nu nog een mooie interactie doen. Dus nog niet de Q&A-tijd, maar wel de nu omhoog van dat de pimpompet-vragen op zijn, gaan we overschakelen naar de Trivia Pursuit-vragen. Dus iedere dag krijg je dan zo één kaartje met 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragen op. Dus en dan typ je zo 1 dubbele punt, dat is het antwoord. 2 dubbele punt, dat is het antwoord. 3 dubbele punt, dat is het antwoord. 4 dubbele punt, dat is het antwoord. 5 dubbele punt, dat is het antwoord. En 6 dubbele punt, dat is het antwoord. En dan ga ik het zo goed mogelijk die vragen dan ook online zetten op de trivia pagina. Ik ga in de trivia pagina aanmaken met altijd de datums erbij
Met ook dan de juiste vragen erbij en ook dan direct de antwoorden erbij. Dus dan weten jullie dat. Dus dan gaan jullie zien bijvoorbeeld trivia. 4 februari 2024. En dan kun je daarop klikken en dan hebben jullie dan de vragen. Dan komt dat zo tevoorschijn op mijn website. Voilà, www.psychotv.be. Dan ga ik eens goed eens schuffelen. En dan kan ik er eens eentje mooi uitnemen. Ja, eentje heel mooi uitnemen. Pak van de nieuwe reeks. Voilà, de nieuwe reeks. Vraag 1. In welke Spaanse stad werd de 100ste verjaardag van de Harley Davidson in Europa gevierd? Oké, ja. Ik zal dat dan nog een keer herstellen. In welke Spaanse stad werd de 100ste verjaardag van de Harley Davidson in Europa gevierd? Ik ga het even op de artikel duwen, want ik hou ook boven mij de tijd bij. En dan denk ik dat ik al deze fragment aan het opnemen ben. Oké, vraag 2. Welke Australische mix tussen Jim Morrison en Mick Jagger verhingen zich op zijn hotelkamer? Excuseer, ik ga het nog een keer stellen. Vraag 2. Welke Australische mix tussen Jim Morrison en Mick Jagger verhing zich op zijn hotelkamer? Oké, vraag 3. Welke functie beoefende de Nobelprijs voor de vrede winnares Shirin Ebadi als eerste vrouw ooit in Iran? Dus ik herhaal. Welke functie beoefende Nobelprijs voor de vrede winnares Shirin Ebadi? Goed gehoord, Ebadi, als eerste vrouw ooit in Iran. Vraag 4 zetten we al. Welke internetwinkel verkocht meer dan een miljoen Harry Potters in voorverkoop? Welke internetwinkel verkocht meer dan een miljoen Harry Potters in voorverkoop? Dat wil ik wel ook wel eens weten. Daar zitten veel mensen op die website. Ja. Oké, vraag 1, 2, 3, 4, 5. Een volle hand, 5. Welke organisatie werkt aan een motor om interplanetaire zondes aan te drijven? Amai, wat moeilijke woorden. Dus ja, zo leer ik ook dus mijn Nederlandse taal op orde te krijgen. En daar ben ik wel eigenlijk wel blij om dat ik zoiets doe voor jullie. Welke organisatie werkt aan een INN-motor om interplanetaire zondes aan te drijven? Oké, en vraag 6. Waarmee verdient ex-tennisvedette Yannick Noah anno 2004 zijn brood? Waarmee verdient ex-tennisvedette Yannick Noah anno 2004 zijn brood. Ja. Ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. Van de trivia time. Dan gaan we eens overstappen naar de QQ Q&A. Maar omwille van dat we nu nog op zondag zitten. Ja, ik pak dat altijd op na mijn werk op maandag. Dan weten jullie dat. Dus waarschijnlijk ga ik nog eerst, ik weet wel wie halen. Daarna de Q&A. Daarna dat nog in elkaar steken. Ja, en dan zit ook weer al die dag erop. Hè? Dus ja, dus ik wacht nog tot en met morgen. Dus gelijk op de mensen die op zondag nog willen reageren, dat die daar ook nog de tijd voor hebben en al. Voilà. Dus ik zie jullie allemaal bij de Q&A. En ik ga
gaat hoogstwaarschijnlijk ook zien dat ik ook andere blues. Hallo allemaal en welkom op de QQQ&A. Ja. Dus ik ben hier op Discord. Waarom neem jij na 22 uur gaming movies op als je stil moet zijn, maar kunt je niet streamen? Is toch exact hetzelfde? Nee, bij het streamen kan ik soms mee wat opjagen en meegaan in een game. En dat is ook niet de bedoeling. Oeh, mijn haar, man. Dat is ook niet de bedoeling. En dan maak ik redelijk wat geluid. Daarbij dat ik mijn eigen dag ook wat in beschermt. Dan Jos, wat is het de 11e getal in de rij van Fibonacci? Dat moet je eens aan iemand die wiskunde kent vragen. Dan e-mail. Jij weer niet gaan werken deze week? Jawel, ik ben de ganse week gaan werken. De DC, wie is jouw favoriete bekende Belg? Mijn favoriete bekende Belg, Clouseau. En William Buffa. Exo, goede vraag van een critic. Jij kan niet streamen door geluidsregels in uw huizen, maar na 22 uur tijd kan je wel nog gamingvideo's opnemen waar je luid in praat. Weer een grote leugen, spijtig dit. Nee, dat is geen grote leugen, dus ik blijf op die standpunt staan, Exo. Dan, Fred, ben jij als kind ooit geslaan door je ouders? Dat laat ik in het midden. Als je ex zou tegenkomen en ze vert met jou, zou je dan op ingaan? Als ben je het niet zou dat te weten komen? Nee, ben je zal altijd alles te weten komen. Wie is je beste ex buiten Evelien? Wel, die er ook nog mag zijn, dat is Eline Motmans. Voilà. Ben je veel gepest geweest vroeger? Ja, ik ben heel veel gepest geweest vroeger. Zelfs als ze mij hebben opgenomen en tegen een garagepoort hebben aangegooid. Ja, ik ben gepest geweest. Zelfs dat ik ook geld moest, aan de pesters moest geven. En een klein beetje moest stelen van mijn ouders. Dus zoveel was ik gepest geweest. Je zei in de vorige Q&A dat je als Dookie tegenkomt met hem zou praten. Wat als die niet je gewoon negeert? Excuseer, dat is rokershoest. Ja, dan is het maar zo. Dan vind ik het spijtig. Maar dan heb ik het wel geprobeerd. Dan. De TC. Zou je wel eens naast Dookie wakker willen worden? Dat is ook al eens gebeurd op een LAN-party. Dus, maar ja. Daar is toch niks mis mee. Heb je al gerealiseerd waarom Dookie is gevlucht en niet meer terugkomt? Ja, omwille van dat ik nooit naar hem heb geluisterd. Noem maar op. En daar wil ik dus echt gaan rechtzetten. Echt waar. Daar wil ik echt waar gaan rechtzetten. Oké, als je Dookie niet zo voor jou staan, zou je sorry zeggen en hem op de lippen kussen? Op de lippen kussen niet. Ik zou hem wel omhelzen. Als echte vriendschap. Maar kussen? No way. Snap jij waarom Dookie voor zijn familie kiest over jou? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dat normaal is. Ik snap het. Welke landpaarden ga jij, Dookie, denk je weer zien op 666 land hoogstwaarschijnlijk? Weet jij wat voor werk Dookie doet? DHL. Wist je dat Dookie aan het denken is om te transitioneren naar een vrouw? Als hij dat wilt, dan is dat zijn eigen keuze. TC. En dan Fred Kroket. Heb je al eens mushrooms geprobeerd? Oh nee, kom aan. Daar gaan we dus niet meer over verder. Dat is puur. Zou je het zitten dat ik naar jou zit of van met mijn kleine Mohammed? Ja, daar gaan we weer. Nee, dat vorige keer is het misgelopen op X-land. Of nee, op CU-land. Dus dat ga ik geen tweede keer laten gebeuren. Daarna gaan we ook eens even door naar de video's op... ja. Op YouTube. Dus we gaan van lang geleden naar heel kort geleden.
Zes. We zijn nu even allemaal op pauze aan het zetten. Voilà. Vlog 1737. Eén reactie opgekomen. Van Botramvlogs. Filmora Wondershares is goed, prima voor editen. Ah, oké. Okay. Filmora moet ik eens leren. Oké, okay, dat is goed dat ik dat weet. Dan hebben we vlog... gameplay. Daar staat niks op. Wat andere gameplay wel. Van Berlijn Luik. Voilà, daar is één reactie op gekomen. Heb ik enige gekraakt? Je gaat over stippellijn aan het zigzaggen. Heb ik enige geraakt? Ja, je waart over de stippellijn aan het zigzaggen. Juist, ik heb daar een klein ongevalje gehad. Dan de vorige Q&A, daar zijn 8 reacties op gekomen. Simonie, heb je geen vader gehad? De vraag door de homovlag. Jawel, ik heb altijd een vader gehad en nu ook nog altijd. En daar ben ik nog altijd heel trots op dat die nog altijd bestaat. Seb, mijn pumpampet worden. Iets dat je al gedaan hebt. Swingen. Iets dat je vakantie doet. Soep eten. Goed gedaan. HMBZ, mooie vlog. Dankjewel. Best tube, thanks. Police, wat er gezegd is in podcast maakt toch helemaal niet uit. Haalt een goede stuk eruit en upload tenminste dat is waar uw comments over gaan. Maar negeert je volledig als er een korte podcast maakt niet uit. Liever wat kwaliteitsvolle content dan voor een keer geïd is dat 1 uur in elkaar gefilmde content. Ja, dat is wel waar. Als een hoop mensen zeggen dat het een saaie vlog is, is dat geen teken om... te adresseren en aan te pakken en in plaats van te zeggen dat is jouw mening. Nu lijkt het alsof dat het allemaal niet kan schelen en gezien in content er ook gewoon hetzelfde bij blijft, denk ik ook wel dat het niets uit kan schelen. Jawel, mij scheelt het wel, want ik wil ook hele leuke content kunnen afleveren, maar dat kan ik momenteel even niet omhoog van. Kijk, eerst aan mijn gezondheid, daarna ben ik ook gestopt met even met vloggen, maar ik wou nog de Q&A er nog wel nog ingooien. Dimeken, heb een vraag. Waarom is jouw camera vierkant terwijl iedereen tegenwoordig filmt in rechthoeksken? Als dit vierkant is, ja sorry, ja. Dat is het programma OBS. Bevers One, Dimi, denk dat als je terug wil vrienden zijn met Dookie en wil de band goed maken, eerst en proberen band op te pompen en onder water te steken en waar er belletjes uitkomen, kan je dan zien waar het lek zit. En kan je naar de Action gaan of naar de Hubo voor een herstelplakkertje met lijm en dan kan je die maken. Mijn vriendelijke groeten, graag gedaan, Bevers One. Dankjewel, maar zo gemakkelijk is het niet hoor. Nul. Out of logs. 1 reactie. U kan het 's ochtends bezighouden met iedereen van maatjes te sturen, maar naar de fans op Discord altijd dikke middelvinger. Dat is niet waar, want alle fans op Discord zijn ook nog... leuke mensen. En dan de laatste vlog, 1740. Dus nu is dit is eigenlijk de allerlaatste vlog. Maar daar zijn heel veel berichten op gekomen. Chucky Form. Dimitri, stop alsjeblieft niet met vloggen. Jouw trouwe van Chuck. Dan Bakmak. Dan Utamazibo. Drama. Dan Anja Bleien. Niet stoppen. Matti. Bea staat in de weg van jouw dromen. Dat is niet waar. Ik en Bea hebben ons eigen leven. Punt uit. En daar komt niemand intussen. Ik denk niet dat mensen u proberen neer te krijgen. Maar dat maakt jij ervan. Mensen geven u constant constructieve feedback. Over wat je best wel en niet doet om betere vlogs aan te leveren. Momenteel ben je gewoon elke dag, heel de dag aan het filmen. Dat heeft invloed op je eigen gezondheid, maar ook uw relatie met vrienden/familie en uw vriendin.
YouTube is niet gewoon heel uw dag filmen en maximum een aantal content aanleveren. Je haalt meer uit soms eens een goede vlog te maken en meer tijd achter de schermen erin te steken dan alles vast te leggen. Neem wat tijd terug en film dingen die je zelf interessant vindt, zoals een pretpark uitstap of een kermisbezoek. Niet uw afwas en uw autoritjes. Als je dat meeneemt naar uw toekomst, gaat je uw leven en uw kanaal er beter uitkomen. Misschien dat ik deze weekend wel eens naar een carnavalstoet ga en dat gaat filmen. Wie weet, ik ga dat eens opzoeken waar carnaval is. En dan ga ik wel eens proberen, ja. Dan boef, enkel losers geven op. Nogmaals bewezen dat je er één bent. Dat is jouw mening, boef. Je moet vlog maken, zo carnavalstoeten of iets anders. Ik heb het juist gezegd, Studio Jo. We hebben toch gezocht klein vlog niet mee te doen. Maak je toch. Dan user. Goede keuze, Dimi. Het was een beetje schrijnende uitlaatcontent aan het worden. Zeker jezelf niet laten overhalen om deze beslissing om te draaien. En ook niet met Chrisje gaan samenwonen. Als ik met Chrisje ga samenwonen, is dat mijn probleem. Maar dat gaat niet gebeuren. Dan Dimbar RIP. Dan Bear Force One. Ik vraag me af wat er met Sector V aan de gaande is. Zoveel veranderingen. Wil terug wandelvlogs en waterparkvlogs. Dimi, bedankt om dit te overwegen. Mijn vriendelijke groeten. Ik zal er eens goed eens over nadenken. En ja. Dan Glenn BC. Waarom geen week samenvatting maken en dan eenmaal per week uploaden? Dat kan ik wel misschien eens doen. Dat kan ik wel eens overwegen. Boterhamvlogs. Vind jij stikt weer de schuld op de fans. Terwijl het bijna altijd jouw schuld is en dat kun jij nooit toevoegen. Jij moet de schuld altijd op andere mensen steken. Nee, de schuld ligt ook bij mij. Voilà. Boterhamvlogs. Doekie is weer weg door jouw leugens. Niet door het vloggen, omdat jij het gelogen over geldzaken. Dat klopt, maar ik ga dat niet openbaar gooien, want dat is tussen mij en Doekie. Dan Damour. Good luck. Nee, Dimi, niet stoppen met vloggen. Dan Gino. Sterkte. Dan Marcel. Het is precies een hype aan het worden dat YouTubers stoppen met vloggen, of tijdelijk stoppen met vloggen. Na Don en Gino, nu Dimi. Eerder deze week werd nog gezegd dat de vlogs langer zouden worden en nu vandaag plots stoppen met vloggen. Strange. Ja, ik weet het. Wil je promo geven, please? Wil je? En daar heb ik geschreven, wat bedoel je? Voilà, dit was het is alle vragen van de Q&A. Ik ga nog één topic nog een keer open doen op Discord voor jullie fans. Dus jullie kunnen nog altijd reageren op mijn Discord. Dus met de topic, dan is het dan hoe laat? Dan is het 12 februari. Dus nu een pauze maken. 12 februari 2024. Afbeeldingsket erbij. Opzet 3. Joink. Plakken. Enter. Dan op 12. En dan gaat dat online komen op 13. Voilà, post. Ik dank je wel om deel te maken van mijn leven. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, een video of een livestream is. Maar momenteel liggen de vlogs even stil. Hoe lang nog? Ik weet het niet. Maar reageer. De Q&A gaat sowieso blijven bestaan. Tot later allemaal. Yo.